Hessel Wijkstra, een dagelijks leven radio-dj bij Radio NL. Maar zingen doe jij ook als de beste, maar dan meer als vrachtwagenchauffeur, geloof ik. Ja, de truck is liedjes, hè. Dat is mooi, dat het er terugkomt. Dat is een doelstelling, ja. Je hebt nu net een duet uitgehad met Tina Trucker. Hoe in godsnaam met Tina Trucker? Nou, wat zou je vertellen, het was bij een van de programma's van jou dat ik haar zag staan swingen. En dacht van, goh, heeft die vrouw eigenlijk wat bewerkstelligd. Zij als eerste Nederlandse vrachtwagenchauffeuse. Inmiddels zijn er een heleboel. Dus ik zie haar wel een beetje als een boegbeeld voor het beroep. En dan de vrouwelijke kant. Toen dacht ik van, ja, er is eigenlijk nog niet een goed duet is er nog niet tussen twee mensen die dat vak verstaan. En, ja, country western is natuurlijk bij ons in het land ondergewaardeerd. Je ziet in Amerika dat het veel groter is. Maar ja, zo kun je het ook noemen. Maar vroeger hebben wij wel een hele stroom gehad van die muziek. Maar die is langzamerhand naar mijn idee helemaal verdwenen. En dat zijn we nu met z'n allen weer aan het oprakelen. Ik vind het heel mooi dat dat gebeurt. Je ziet andere artiesten het ook weer doen, hè? Ja, ik ben hier even bij de Brennerpas zonder Tina Trucker. Maar Oostenrijk sneeuw. Wij komen hier natuurlijk via Radio NL al jaren. Ja, je mist dat. Dus ik denk, ik wil gewoon mee. Dus ik heb gewoon een privé vakantie geboekt dit jaar. En we zijn met Radio NL in een café geweest voor het Radio NL café gebeuren. Afgelopen vrijdag. Maar ja, je hoort het. Het is hier feest.